Goedemiddag, gemeente, ouderen, jongeren, gasten in ons midden en degene die via de media deze dienst meeluistert. Van harte welkom in deze dienst. In deze dienst zal het heilige avondmaal gevierd worden en dankzegging gehouden worden. In deze dienst gaat onze eigen predikant, dominee van der Ree, voor. De schriftlezing is uit Rut 3. Het thema van de dienst is zicht op de verlosser van Bethlehem. Mededelingen namens de kerkraad. Wij zijn dankbaar dat dominee van der Ree opnieuw aan onze gemeente verbonden is en heeft gemeend voor het beroep naar Nunspeet te bedanken. Wij willen u in uw gebeden ook denken aan de gemeente van Nunspeet. De collecte. De fysieke collecte in deze dienst is bestemd voor Mercyship. De avondmaalscollecte is ook bestemd voor Mercyship. Mercyship zet ziekenhuisschepen in om levens te veranderen. De organisatie streeft ernaar om naar Jezus voorbeeld hoop en genezing te brengen naar de vergeten armen. De bankcollecte is voor de vaste kosten van de kerk. Graag overmaken via de bank. We gaan nu zingen Psalm 132, de versen 9 en 12. De kerkraad wenst u en jullie een gezegende dienst toe. Laten we onze afhankelijkheid belijden. Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde heeft geschapen.
die trouw is en trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit los zal laten het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de vorst van alle koningen der aarde. Amen. Weet je, laten we met elkaar gaan zingen uit Psalm 32, daarvan het vierde vers. Gij zijt mij hier ter schuilplaats in gevaren. Gij zult mij voor benauwdheid trouw bewaren. Gij omringt me, daar gij me in ruimte stelt met blij gezang, dat mijn verlossing meldt. Rut en ook Naomi hebben de schuilplaats gevonden in Bethlehem bij de Heere, de God van Israël. En daar vinden ze ook de verlossing tot blijdschap voor hun hart. We zingen Psalm 32, vers 4. We zetten de bediening van het Heilige Avondmaal voort in deze middagdienst. En ik wil daartoe met u lezen het verkorte avondmaalsformulier. Geliefde in onze Heer Jezus Christus, hoort hoe onze Heiland in de nacht voor zijn sterven het avondmaal heeft ingesteld. Toen het uur gekomen was, ging hij aan tafel aanliggen en de 12 apostelen met hem. En hij zei tegen hen: ik heb er vurig naar verlangd dit paascha met u te eten voordat ik ga lijden. Want ik zeg u dat ik daar zeker niet meer van zal eten totdat het vervuld is in het koninkrijk van God. En nadat hij een drinkbeker genomen had en gedankt had, zei hij: neem deze en deel hem onder elkaar. Want ik zeg u dat ik niet drinken zal van de vrucht van de wijnstok totdat het koninkrijk van God gekomen is. En hij nam brood en nadat hij gedankt had, brak hij het en gaf het aan hen en met de woorden: dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt, doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei: deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed dat voor u vergoten wordt. Omdat we nu waarlijk tot zijn gedachtenis dit avondmaal mogen houden, hebben wij tevoren onszelf te beproeven. Daarom onderzoeken zich ieder van ons of hij van harte berouw heeft over zijn zonde, zichzelf mishaagt en zich voor God verootmoedigt. Ieder beproeven zich of hij de vaste belofte van God gelooft, dat hem alleen om het offer van Jezus Christus al zijn zonden volkomen vergeven zijn. En onderzoeken zich of hij bereid is met heel zijn leven God te verheerlijken en zijn naaste te dienen. Alle die zo gezind zijn,
wil God zeker in genade aannemen en als waardige deelgenoten aan de tafel van zijn Zoon Jezus Christus ontvangen. Die deze gezindheid niet kennen, verkondigen wij dat zij geen deel in het Rijk van Christus hebben en vermanen wij zich van dit avondmaal te onthouden, zolang ze zich niet bekeren. Dit wordt ons geliefde broeders en zusters in de Here niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen de vrijmoedigheid te ontnemen, alsof niemand tot het avondmaal van de Here gaan mag dan wie zonder enige zonde is. Want het avondmaal verzekert ons dat het volkomen offer van onze Heer Jezus Christus de enige grond van onze zaligheid is. Het verzegelt ons zijn hartelijke liefde en trouw dat hij voor ons die de eeuwige dood verdiend hadden heeft willen lijden en sterven en voor ons de levendmakende geest heeft verworven. Door die geest, die in hem als het hoofd en in ons als zijn leden woont, hebben wij waarachtige gemeenschap met hem en krijgen wij deel aan al zijn schatten en gaven. De Heilige Geest verbindt ons ook onderling in broederlijke liefde, zoals de apostel Paulus zegt, omdat het brood één is, zijn wij die velen zijn één lichaam, want we alle hebben deel aan het ene brood. Met groot verlangen mogen wij samen aan het avondmaal uitzien naar de wederkomst van onze heiland, die ons genodigd heeft tot het bruiloftsmaal van het Lam. Dan zal hij met ons de vrucht van de wijnstok nieuw drinken in het koninkrijk van zijn Vader. Laten wij ons nu voor God verootmoedigen en hem met waarachtig geloof om zijn genade aanroepen in gebed. Barmhartige God en Vader, die uw enige geboren Zoon in deze wereld gezonden hebt om ons volkomen te verlossen van onze zonden. Wij bidden u dat uw Heilige Geest mogen bewerken, dat we ons met waarachtig vertrouwen aan hem hoe langer hoe meer overgeven. En dat hij in ons leeft en wij in hem. Wil onze verslagen harten door dit avondmaal troosten en sterken en laat ons niet twijfelen of u zult om Christus wil eeuwig onze genadige Vader zijn, die ons onze zonden nimmer toerekent en ons in alles verzorgt als uw kinderen en erfgenamen. Verleen ons ook uw genade, dat we onze heiland belijden, onszelf verloochenen, ons kruis getroost op ons nemen en in alle nood met opgeheven hoofd onze Here uit de hemel verwachten, die onze sterfelijke lichamen aan zijn verheerlijk lichaam gelijk maken en ons tot zich nemen zal in zijn hemels koninkrijk. Verhoor ons, barmhartige God en Vader, door onze Here Jezus Christus. Amen. En gemeente, laten wij nu belijdenis doen met de kerk van alle tijden en plaatsen met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Here, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel, die op de derde dag weer is opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij ook komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, katholieke, dat is algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Laten wij nu met elkaar gaan zingen uit Psalm 103, daarvan het tweede vers. Psalm 103, vers 2.
Gemeente, opdat wij dan met het ware hemelse brood Christus gevoed mogen worden, laten wij niet bij de uiterlijke tekenen van brood en wijn blijven staan, maar onze harten opheffen naar de hemel, waar Jezus Christus is, onze voorspraak aan de rechterhand van zijn hemelse Vader. Laten we er niet aan twijfelen dat onze zielen door de werking van de Heilige Geest zo waarachtig met zijn lichaam en bloed gevoed en verkwikt worden, als wij het heilige brood en de drank tot zijn gedachtenis ontvangen. En daarom nodigt de gastheer Christus u uit. Proef en zie dat de Heere goed is. Welzalig is hij, zij, die tot hem de toevlucht neemt. De diakenen zullen nu het brood uitdelen. Het zal gevierd worden hier in het voorste gedeelte van de kerk. Als er nog anderen zijn die ook het avondmaal mee willen vieren, dan wil ik u vragen om ergens hier in de banken aan te schuiven. Dat kan nog, daar bent u toe uitgenodigd. De diakenen zullen nu het brood uitdelen. En als u deelneemt aan het avondmaal, wilt u dan gaan staan van uw zitplaats of met hand opsteken duidelijk maken dat u meedoet met de viering. En het is de bedoeling dat u het brood nog even bij u houdt, zodat we dat straks gezamenlijk ook na de instellingswoorden kunnen gebruiken. Het brood dat wij breken is een gemeenschap aan het lichaam van Christus. Neemt, eet, gedenkt en gelooft dat het lichaam van onze Heer Jezus Christus zo verbroken is, tot een volkomen verzoening van al onze zonden. De diakenen zullen nu de wijn ronddelen en ook daarvan geldt dat u dat eerst nog even bij u mag houden.
De beker der dankzegging is een gemeenschap aan het bloed van Christus. Neem die, drinkt allen daaruit, gedenkt en gelooft dat het bloed van onze Heer Jezus Christus zo vergoten is, tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Wij willen de viering van het avondmaal nu besluiten met het laatste gedeelte, de lofprijzing uit het formulier. Geliefde in de Heere, omdat de Heere nu vandaag onze zielen aan zijn tafel gevoed heeft, laten wij samen zijn naam danken en prijzen en ieder spreken in zijn hart. Loof de Heere mijn ziel en al wat in mij is zijn heilige naam. Loof de Heere mijn ziel en vergeet niet één van zijn weldaden. Die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw ziekten geneest, die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goede tierenheid en barmhartigheid. Barmhartig en genadig is de Heer, geduldig en rijk aan goede tierenheid. Hij zal niet voor altijd ter verantwoording roepen, niet voor eeuwig handhaaft hij zijn toorn. Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, zo is zijn goede tierenheid machtig over wie hem vrezen. Zover het oosten is van het westen, zover heeft hij onze overtredingen van ons gedaan. Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen, ontfermt de Heere zich over wie hem vrezen. Hij heeft ook zijn eigen zoon niet gespaard, maar hem voor ons allen overgegeven en ons alles met hem geschonken. Hiermee bevestigt God zijn liefde tot ons, dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Daarom zullen we ook, nu we door zijn bloed gerechtvaardigd zijn, des te meer door hem van zijn toorn behouden worden. Want als wij, toen we nog vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon, des te meer zullen wij, nu we met hem verzoend zijn, behouden worden door zijn leven. Daarom zal ik met mond en hart de lof van de Heere verkondigen, van nu aan tot in eeuwigheid. Amen. Laten we met elkaar nu gaan zingen uit Psalm 103 en daarvan het zesde vers.
Laten we samen de Heer danken en ook bidden voor zijn zegen bij de bediening van het woord. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken u met heel ons hart dat u ons uit grondeloze barmhartigheid uw enige geboren zoon hebt gegeven tot middelaar en offer voor onze zonden en tot spijs en drank voor het eeuwige leven. Wij danken u dat u ons een waar geloof geeft, waardoor we deel krijgen aan deze weldaden van u. U hebt ook ter versterking daarvan door uw geliefde Zoon Jezus Christus voor ons het heilig avondmaal laten instellen en verordenen. Getrouwe God en Vader, maak door de werking van uw Heilige Geest de gedachtenis van onze Heer Jezus Christus en de verkondiging van zijn dood vruchtbaar, opdat we dagelijks groeien in het ware geloof en in de zalige gemeenschap met Christus. Wij bidden u dit alles omwille van uw geliefde Zoon Jezus Christus, die met u en de Heilige Geest leeft en regeert in eeuwigheid. En Heer, laat diezelfde Geest dan ook mogen werken als wij nu uw woord gaan openen, daarin lezen en de boodschap daaruit mogen opdiepen. Heer, laat uw Geest het dan zo maken dat we veranderen en dat we nieuwe kracht ontvangen en nieuw leven ontvangen bij u vandaan. Heere, zo heeft u het avondmaal ingesteld tot versterking van ons geloof. Zo geeft u ook uw woord. Daarmee roept u ons ook tot geloof. En wilt u ons ook doen groeien in de genade. Heere, laat zo uw woord ook deze middag voor ons zeggingskracht mogen hebben. Zegent u in het luisteren, in het spreken daarvan, als ons hier in de kerk bevinden of ook thuis meeleven. Bereid ons allen uw zegen. Hoor naar ons gebed. In de naam van Jezus Christus, uw Zoon, uit genade. Amen. Jongens en meisjes, hebben jullie thuis ook een mooi adventspakket? Ik heb het vanmorgen met jullie over een kerstpakket gehad. Dat is een pakket met allemaal lekkere dingen erin en zo. Maar een adventspakket, dat kun je misschien ook hebben. Dat konden je vader en je moeder gratis van de kerk krijgen. En met dat adventspakket kun je samen met je ouders toeleven naar het kerstfeest. En daar kun je ook allerlei mooie dingen bij maken. Hier op deze foto zie je daar iets van. Ja, wat zien we eigenlijk precies? Misschien dat je zegt, ik zit zo ver weg, kan het niet precies zien. Nou, dat onderste stukje, daar zie je een soort slinger met daaraan een soort vlaggetjes. Misschien hangt die bij jullie thuis ook wel. Elke dag kun je een vlaggetje omdraaien. En dan komt er een letter tevoorschijn. Het wordt een zinnetje. Wat zou het zijn? Ik zie al wat Engelse woorden hier staan. Joy to the... Ja, dat betekent blijdschap voor de... Ja, wat zou er dan komen? Ja, het is nog geen kerst, dus we weten het nog niet precies. Wat zou er komen? Blijdschap voor de wereld misschien? Of verklap ik het nou? En ik zie ook een vel met daarop woorden. Dat is het bovenste stukje. Mijn boodschap voor jou staat daar. Weet je, dat is volgende week op tweede kerstdag bij Leven en Welzijn ook het thema van de gezinsdienst. Komen jullie dan ook allemaal? Ik hoop het. Dan hoop ik daar ook nog iets meer over te gaan vertellen. Mijn boodschap voor jou. Want kerst is wel een heel bijzonder feest, vinden jullie niet? Het feest dat de Heer Jezus in de stal in Bethlehem is geboren, dat hij mens is geworden om onze zonden te komen vergeven. En het avondmaal wat we net ook gevierd hebben, dat zegt dat eigenlijk ook. Dat hij dat gedaan heeft toen hij stierf aan het kruis. Al onze zonden vergeven. Dat is natuurlijk iets om blij van te worden. Hè? Weet je wie er ook blij gaat worden? Rut. We gaan vanmiddag weer verder lezen in het boek Rut. En vanmiddag gaat het erover dat Rut
aan Boas vraagt of die haar losser, haar verlosser wil zijn. Nou, dat mogen wij ook aan de Heer Jezus vragen. Gemeente, we gaan lezen uit Rut 3. Rut 3 is de schriftlezing voor vanmiddag. En we zingen daarna uit Psalm 37. En daarvan het tweede en het derde vers. En Naomi, haar schoonmoeder, zei tegen haar, mijn dochter, zou ik geen plaats van rust voor je zoeken, waar het je goed zal gaan? Welnu, is Boas, bij wiens meisjes je geweest bent, geen bloedverwant van ons? Zie, hij gaat vannacht op de dorsvloer gerst wannen. Was je dan en zalf je en doe je beste kleren aan en ga naar de dorsvloer. Maar zorg ervoor dat je niet door de man wordt opgemerkt voordat hij klaar is met eten en drinken. En het zal gebeuren, als hij gaat liggen, zorg dan dat je de plaats weet waar hij ligt en ga er dan heen, sla de deken aan zijn voeteneind op en ga liggen. Dan zal hij jezelf vertellen wat je doen moet. Ze zei tegen haar, alles wat u zegt zal ik doen. En daarop ging ze naar de dosvloer en deed overeenkomstig alles wat haar schoonmoeder haar geboden had. En toen Boas gegeten en gedronken had en zijn hart vrolijk was, kwam hij en ging liggen aan de rand van de korenhoop. Daarna kwam zij stilletjes, sloeg de deken aan zijn voeteneind op en ging liggen. En het gebeurde midden in de nacht dat de man schrok en om zich heen greep. En zie, er lag een vrouw aan zijn voeteneind. En hij zei, wie bent u? En ze zei, ik ben Rut, uw dienares. Spreid uw vleugel over uw dienares uit, want u bent de losser. En hij zei, gezegend bent u door de Heere, mijn dochter. U hebt met deze laatste blijk van goede tierenheid van u de eerste nog overtroffen, doordat u geen jonge mannen nagelopen bent, geen armen en geen rijken. En nu, mijn dochter, wees niet bevreesd. Alles wat u gezegd hebt, zal ik voor u doen, want ieder in de poort van mijn volk weet dat u een deugdelijke vrouw bent. Nu dan, het is waar dat ik een losser ben, maar er is nog een losser, nauwer verwant dan ik. Overnacht vannacht hier. Als het morgenochtend gebeurt dat hij u lost, goed, laat hem lossen. Als hij echter niet genegen is u te lossen, dan zal ik u lossen. Zo waar de Heere leeft. Ga nu maar liggen tot de morgen. En zo lag ze tot de morgen aan zijn voeteneinde. En ze stond op voordat men elkaar kon herkennen. Want zij zei, het mag niet bekend worden dat er een vrouw op de dorsvloer gekomen is. En verder zei hij, geef de omslagdoek die u draagt en houd hem op. En ze hield hem op en hij mat 6 maten gerst af en legde die op haar. En vervolgens ging hij de stad in. Toen kwam ze bij haar schoonmoeder en die zei, wie ben je, mijn dochter? En zij vertelde haar alles wat de man voor haar gedaan had. En verder zei ze, deze 6 maten gerst heeft hij mij gegeven. Want hij zei tegen mij, kom niet met lege handen bij uw schoonmoeder. Toen zei Naomi, ga rustig zitten, mijn dochter, tot je weet hoe de zaak zal uitvallen. Want die man zal niet rusten voordat hij vandaag nog deze zaak tot een einde heeft gebracht. Tot zover.
Na het amen van de preek antwoorden wij met Psalm 16, vers 3 en 6. Wij luisteren naar Rut 3, 9e vers, waar Rut tegen Boas zegt: spreid uw vleugel over uw dienares uit, want u bent de losser. Thema is zicht op de verlosser van Bethlehem. Het overkoepelende thema van de preken in deze adventstijd is de verlosser van Bethlehem. En op deze derde zondag van advent krijgen we er een helder zicht op. Zicht op de verlosser van Bethlehem. Drietal aandachtspunten: Naomi's hoop, Ruts vertrouwen en Boas' bereidwilligheid. Gemeente, rondom de geboorte van een kind heb je ermee te maken met de verloskundige. Als je zwanger bent, dan ga je bij zo iemand op bezoek en zij, of misschien ook hij, doet de controles. Groeit het kind voldoende? Ligt het goed in de baarmoeder? En wanneer de bevalling zich aandient, dan bel je meteen op. Want een verloskundige, die is er immers om de bevalling te begeleiden. De naam zegt het al, zij is kundig. Ze heeft ervoor doorgeleerd. En weet wat er gebeuren moet. Zeker ook op momenten dat het misschien niet goed zou gaan. Dan moet zij de situatie beoordelen. Moet toch de bevalling in het ziekenhuis gaan plaatsvinden? En ook na de bevalling komt de verloskundige langs voor controles bij moeder en kind. Zo'n verloskundige die doet natuurlijk belangrijk en verantwoordelijk werk. En als ouders geef je haar dan vertrouwen. Vertrouwen dat ze de juiste beslissingen zal nemen. Dat ze alles goed onderzoekt, de juiste adviezen geeft. Je bent van haar afhankelijk. Want zij is immers de verloskundige. Ze heeft de kennis en de kunde. Jij niet. Gemeente, in Rut 3 gaat het ook over verlossing. En er is ook een verloskundige aanwezig. Degene die de verlossing tot stand moet brengen. Waar je dus je vertrouwen op moet stellen en waar je afhankelijk van bent. En dan moet u natuurlijk niet denken aan een verlossing bij een zwangerschap, alhoewel, dat zou er nou ook nog zomaar van kunnen komen. Want gemeente Rut 3 is toch wel een beetje een pikant verhaal. Wel wat merkwaardig kan het ons in de oren klinken. Wat daar lijkt te gebeuren op de dorsvloer in Bethlehem. Inmiddels is de tijd van het dorsen aangebroken daar. De oogsten zijn binnengehaald. Eerst de gerstenoogst, daarna de tarweoogst. En de schuren liggen vol en nu moet er gedorst worden. De korrels graan worden uit de halmen geslagen en het kaf, de vliesjes, die worden door de wind meegenomen als het omhoog wordt gegooid vanuit een schaal. Wannen heet dat. Dat gebeurt vaak zo in de tweede helft van de middag tegen de avond en ook 's avonds nog als er vanaf de Middellandse Zee een bries opsteekt die ook tot in Bethlehem dan te voelen is. Prima omstandigheden. En gemeente, als dat moment aanbrak dat de oogst binnen was en je kon gaan dorsen, dan was dat ook altijd een moment van feest. Het harde werk van oogsten was gedaan. De oogst was binnen. En er was altijd een moment om dan tot rust te komen. Ja, en om dan ook te feesten. En dan werd er soms stevig gedronken. Op de dorsvloer konden dan soms ook dingen gebeuren die het daglicht niets konden verdragen. Het is op dat moment dat Naomi tegen haar schoondochter zegt: mijn dochter, zou ik geen plaats van rust voor je zoeken waar het je goed zal gaan? Ja, gemeente, daar is het Naomi om te doen. Dat het Rut goed zal gaan, dat ze een plaats van rust vindt. Daar had ze het al over gehad toen ze nog onderweg waren. Vanuit Moab naar Bethlehem. Toen had ze al tegen Rut gezegd: mogen de Heere jullie geven dat jullie rust vinden in het huis van je man.
En ze had gedacht, dat zal een man in Moab zijn. En Orpa die was inderdaad ook teruggegaan. Rut niet, die was meegegaan. Maar nu heeft ze het er weer over, Naomi. In de afgelopen periode hebben ze weten te overleven door de goedheid van Boas. Hadden ze niets tekort gehad, deze twee weduwen. Maar nu de oogsttijd voorbij is, de landerijen leeg zijn. Ja, nu is nog wel de voorraadkast gevuld, denk ik. Maar hoe zal het voor de toekomst verder gaan? Naomi heeft een plan bedacht. Om rust, uitzicht, toekomst te vinden. Rut, die moet zich baden en zalven, zodat ze lekker ruikt. Ze moet haar opperkleed aandoen en dan naar de dorsvloer van Boas gaan. Een gewaagd plan. En als Boas slaapt, beneveld door het eten en de drank en het feest, dan moet Rut aan het voeteneind het dek opslaan en daar gaan liggen. En zo zegt Naomi, dan zal Boas wel zeggen wat er gebeuren moet. En als wij dat zo lezen, dan zou je kunnen denken, nou wordt het wel een beetje plat hier. Het lijkt alsof dit Bijbelboek nou toch een soort doktersromannetje wordt of zo. Een boerenverhaal over liefde en seksualiteit op de dorsvloer. Rut moet zich aanbieden en Boas verleiden op een moment dat hij daar vast kwetsbaar voor is. Kijk, en gelukkig is het dan zo dat het allemaal netjes eindigt. Aan het einde van Rut 3 is er niets buitenechtelijks gebeurd. Boas en Rut hebben geen gemeenschap. En dat heeft ons natuurlijk wel iets te zeggen. Het is duidelijk dat er iets aan het ontstaan is tussen die twee. Maar ze laten zich niet inpalmen door lust en begeerde. Ze bewaren dat prachtige van lichamelijke eenwording voor de tijd dat ze getrouwd zullen zijn. Ze beheersen zich daarin. Jongeren, hoe gaan jullie daarmee om als je verkering hebt? Hoe ga je dan om met seksualiteit? Tijdens je verkeringstijd zal dat verlangen er vast zijn. Dat je naar elkaar verlangt om ook helemaal van die ander te zijn en te worden. En ook lichamelijk één te worden en zo samen die liefde te beleven. Maar dan wil de Heere God je daarin een weg wijzen, zijn weg. Het samen beleven van liefde door één te worden als man en vrouw, dat wordt gereserveerd voor het huwelijk. Als je dat buiten het huwelijk beleeft, of dat nou is door overspel, of dat je nog niet getrouwd bent, dat is voor de Heere zonde. Wil je daarin de Heere Jezus volgen? Nou, ga dan niet af op je eigen gevoel, wat je er zelf van denkt. Maar kijk hiernaar. Boas en Rut laten zich niet meeslepen door seksuele lust. En dat doen ze niet zozeer omdat ze bang zijn voor de reacties. Ook al willen ze niet dat er verkeerde praatjes rondgaan door Bethlehem. Boas die laat Rut tegen het einde van de nacht vertrekken, als het nog schemerdonker is, zodat ze ongezien weer bij Naomi kan terugkomen, maar ervoor kiezen om lichamelijke eenwording te bewaren tot je getrouwd bent, dat is wat anders dan dat je alleen je ouders zou moeten pleasen. Overigens is het ook niet zo dat Boas en Rut dit van huis uit hebben meegekregen. Dat het een kwestie is van opvoeding. Je moet weten dat Boas de zoon is van Rahab. En Rahab, dat was een Kanaanitische, dat was de hoer van Jericho. Wat moet Boas thuis allemaal niet hebben meegemaakt toen hij nog klein was? De wisselende contacten van zijn moeder. Zeker, Rahab, die Kanaanitische, die krijgt ook een plek binnen het volk Israël. Dus misschien heeft dat er juist al voor gezorgd dat Boas iets weet over het zevende gebod en over heiligheid, omdat Rahab daarin is ingewijd
als onderdeel van Israël. Maar de geschiedenis van zijn eigen moeder zou hem evengoed de gedachte hebben kunnen bezorgen, nu op dit moment, nou, zo erg is dat allemaal niet, om zonder getrouwd te zijn met elkaar naar bed te gaan. En Rut? Rut is zelf ook een buitenlandse, een Moabitische. En Moab bestond bekend als het land van de afgodendienst en daar was ook tempelprostitutie. Alles kon en mocht, ook op dat gebied, om de goden tevreden te stellen. Dus gemeente, zo vanzelfsprekend is het niet dat ze aan het einde van Rut 3 uit elkaar gaan, Boas en Rut, en ze kunnen elkaar en God eerlijk in de ogen kijken. Dat is een keuze die ze samen maken. Misschien niet hardop, maar evengoed heel duidelijk. En niet uit angst, maar uit overtuiging. Uit gehoorzaamheid. Het gaat hen niet om de lust, het gaat hen om de liefde. En in de Bijbel heet dat agape. De liefde waarbij het je om de ander gaat, niet om de vervulling van jouw verlangens in de eerste plaats, maar waarbij je wil gehoorzamen aan God en het gaat om de ander. En dan kan het lichaam wachten. Liefde zoals God het bedoelt. Maar gemeente, ook al laat dit gedeelte zien hoe God dat dan ook van ons vraagt als je in je verkeringstijd bent, toch is dit niet de hoofdboodschap van Rut 3. Want het gaat eigenlijk nog om iets anders, om verlossing. Want wat Rut hier doet, dat heeft niet zozeer te maken met haar eigen verlangens. Nee, gemeente, ze doet hier iets waarmee ze de wet van de Heere volgt. Want Boas is niet zomaar iemand. Hij is in de vette familie van Elimelech, we hebben het vanmorgen al gehoord. De overleden man van Naomi. En daarom is hij de zogenaamde losser van Rut en Naomi. En wat is dat dan precies? Ja, gemeente, het gaat dan iets om wat de Heere in zijn wet had bepaald. U kunt daarover lezen in Leviticus 25. Een losser is iemand die voor je in de bres springt in tijden van nood. Raakte je bijvoorbeeld in Israël failliet, dan moest je je land verkopen, dat is het enige wat je had. En dan klopte je aan bij het meest nabije familielid. En als die het niet wilde of als die ook krap bij kas zat, dan ging je naar een volgende. Eentje die iets verder bij je vandaan stond. En zo werkte het met huwelijken ook. Het leviraatshuwelijk noemen we dat. Als iemand was overleden en die had een vrijgezelle broer, dan moest die broer zijn schoonzus trouwen. De weduwe van de overledene. En het eerste kind dat uit zo'n huwelijk geboren werd, droeg dan meestal de naam van de overledene. Zodat op die manier zijn naam zou worden voortgezet in Israël. En gemeente, dat was iets heel belangrijks in de Bijbelse tijd en in Israël. Want als je weduwe geworden was dan en je had geen kinderen, dan had je eigenlijk geen toekomst. Dan liep de lijn ook dood. Dan zouden jouw kinderen, dan zou jouw nageslacht er niet bij zijn als de Messias zou komen. Dan had je geen toekomst. Zo had de Heere God het dus bepaald. En gemeente, je ontdekt in al die wetten nou Gods zorg allereerst. Hij wil niet dat iemand honger lijdt. Maar je ziet hier ook, gemeente, dat het volk van God altijd toekomst heeft. Zijn volk heeft toekomst. Hij wil niet dat er mensen buiten de boot zullen vallen. Dat ze niet de Messias zullen vinden. En ja, dat is dan door de generaties heen. Dat is in Israël veel belangrijker dan dat voor ons zo voelt. Maar dat ze erbij zullen zijn als de Messias komt. Zijn volk heeft toekomst. Hij zorgt voor allen die tot hem de toevlucht nemen en die horen bij hem, aan wie hij zich verbonden heeft. En gemeente, als je vandaag de toevlucht nam tot de Heere, als je avondmaal hebt gevierd, dan is er toekomst.
dan mag je weten dat je de Messias zult zien. En voor ons geldt van aangezicht tot aangezicht. Dat we hem zullen zien met kerst. Dat je met kerst misschien wel hetzelfde mag beleven als wat je vandaag hebt beleefd in je hart. Ik hoop dat dat er was. Iets van die blijdschap om God je zaligmaker. En dat je met kerst aan de hand van het evangelie kijkt in de kribbe. En dat je het weer ervaart en weer voelt. En daar is hij voor mij. Een kribbe vol genade. Kijk, gemeente Naomi, die doet daarom een beroep op deze zorg van God. Dat is haar plan. Naomi kent de wet. Ik zei vanmorgen al, er is bij Naomi iets heel erg veranderd. Het woord van de Heere gaat weer voor Naomi leven. En dat merk je hier ook. Dit is die andere wet, die wet van het losserschap. Boas is een van hun lossers. Een bloedverwant. En daarom zegt ze tegen Rut. Rut, je moet dit en dat doen. Op deze manier moet Rut aan Boas gaan duidelijk maken. En het hem vragen om als losser te gaan optreden. Ja, gemeente, er is bij Naomi dus wel wat veranderd. Zij heeft ook weer toekomst. Uitkomst. Omdat de Heere omziet naar zijn volk. En gemeente, dan kom ik bij het tweede. Boas bereidwilligheid, Ruts vertrouwen. Want dan stuurt Naomi Rut op pad richting de dorsvloer. Want ja, Boas is hun losser. Maar wat zal Boas doen? Kijk, Naomi is er niet zeker van. En dat is terecht. Die wetten van Israël golden immers niet voor buitenlanders eigenlijk. En Rut is een buitenlands. En normaal gesproken was het ook nog eens zo dat het initiatief om als losser op te treden bij de losser zelf vandaan moest komen. Terwijl hier Rut het initiatief neemt. En achter Rut eigenlijk Naomi. Maar Rut gaat. Ze protesteert niet. Ze wast zich. Ze maakt zich op. Ze kleedt zich alsof ze naar een bruiloft gaat. En ze gaat de dorsvloer op. En dan ligt ze daar aan het voeteneind van Boas. En die schrikt op een zeker moment in de nacht wakker. Wie is dat daar aan zijn voeteneind? En gemeente, let dan op wat Rut zegt. Spreid uw vleugel over uw dienares uit, want u bent de losser. Spreid uw vleugel uit. Rut vraagt om ontferming en verlossing. En ze doet het met dezelfde woorden die Boas een tijdje geleden tegen haar heeft gezegd. Toen hij Rut had geprezen dat ze met Naomi was meegekomen naar Bethlehem. En dat ze er niet voor had gekozen om in Moab, bij haar eigen familie, haar geluk te beproeven. Toen had Boas daar iets van geloof in ontdekt bij Rut. Hij had ontdekt die Rut, die zoekt haar toekomst bij de Heere. De God van Israël had eraan toegevoegd, onder wiens vleugels u bent gekomen om toevlucht te nemen. Hoofdstuk 2. En nu zegt Rut, Boas, dat is het inderdaad. Ik zoek mijn toevlucht, mijn toekomst, nergens anders dan bij de God van Israël. Maar wees jij dan mijn losser, mijn verlosser, mijn verloskundige. Jij weet toch hoe het moet? Spreid je vleugel over mij uit, ik ben je dienares. Jij bent de losser, Boas. Kijk, gemeente, wij kunnen elkaar wel eens toewensen dat het de ander goed gaat. En dan zeg je misschien wel zoiets als dat hij, zij, kracht zal vinden bij de Heere. Troost, hulp, nabijheid. We wensen de ander God zegen toe. Het zijn goede wensen, christelijke wensen.
Maar zijn we zelf ook bereid om op te treden als de hoeder van onze broeder of zuster? Als de zegen voor die ander? Ben je bereid om daarin verantwoordelijkheid te nemen? Het avondmaal verplicht ons daartoe en roept ons daartoe op. Het verplicht je tot een nieuwe gehoorzaamheid. Nou, dat wil zeggen dat het maar niet bij woorden moet blijven. Maar dan ook daden moeten worden. Niet alleen maar vroom spreken, maar dan ook een vrome praktijk. Vertrouwen en geloofsmoed. Weet je, dat is wat Rut van Boas vraagt. Geloofsmoed. Spreid uw vleugel uit. Daar zit overigens nog iets meer in. Het is een wat dubbelzinnige vraag die ze stelt hier. Het is ook een uitdrukking om aan iemand te vragen of je wil je met me trouwen. Een huwelijksaanzoek, want u bent de losser. Rut vraagt eigenlijk twee dingen. Of Boas de plicht op zich wil nemen, om als familielid de plaats in te nemen van haar overleden man. En ze vraagt of hij dan ook haar wil lossen en al haar schulden op zich wil nemen. Want gemeente, de losser, dat is ook degene die je rechten teruggeeft. Door de schulden over te nemen die je zelf niet meer kunt voldoen. Kijk, dat laatste was natuurlijk iets waar niet iedereen even happig op was. Een vrouw trouwen is misschien nog tot daaraan toe. Maar ook de hele failliete boedel overnemen, als dat er ook mee komt. Ja, dat kon betekenen dat zo'n losser er zelf financieel flink op achteruit ging. Wilt u dat doen, vraagt Rut. Wilt u dat voor me zijn, Boas? Wilt u mij aanvaarden? Met al mijn tekorten. Daar mag je nou in Bethlehem om vragen. In de tijd van Rut. In de tijd van Jezus. Meente, waarom knielen we volgende week, als God het geeft, in gedachten neer bij de kribbe van Bethlehem? Ja, om dat kind te aanbidden. Hij is te aanbidden, hij is de zoon van de Allerhoogste. Maar u mag hem ook wat vragen. Spreid uw vleugel over me uit, Heer Jezus. Want u bent de losser. Alleen in u is toekomst. Als u het allemaal van me overneemt. Mijn hele hebben en houden. Mijn hele schuld. Met kerst mag je het aan hem vragen. Laat me leven in de schaduw van uw vleugels. Mag ik mijn rechten terug? Mijn rechten om kind van God te zijn. Schepsel van hem. Die rechten die je zelf niet hebt. Want je hebt er dus geen recht op. Het is genade. Maar Jezus is gekomen om ze voor je te verdienen. Hij geeft zijn rechten op. Als de Zoon van God. En hij verlaat de hemelse heerlijkheid. Hij daalt af. Ja, gemeente, op dat wij recht zouden hebben, zouden krijgen om tot zijn vader te gaan. Om kind van die hemelse vader te zijn. Die mag delen in die hemelse erfenis. Dat is wat Rut vraagt. Je zou het Nieuw Testamentisch kunnen zeggen. Boas, wil jij mijn Jezus zijn? Mijn verloskundige? Die de kunst verstaat en de macht heeft om me vrij te spreken. Vrij te maken. En Boas? Wat doet hij? Derde Boas, bereidwilligheid. Gemeente, hij blijkt bereid om dat te doen. Aan het einde van hoofdstuk 3 is de zaak nog niet beklonken.
Er is namelijk nog een andere persoon die ook als losser zou kunnen optreden volgens de wet. En die is nog wat nauwer verwant dan dat Boas dat is tot de familie. Dus dat is nog wachten. Die krijgt nog tijd. Ja, zo zie je maar. Boas is Jezus niet. Hij kan niet zomaar verlossing en zegen brengen in het leven van Rut. En via Rut ook in het leven van Naomi. Maar Boas is wel bereid. Dat blijkt ook uit die omslagdoek die Rut moet ophouden. En Boas die legt hem helemaal vol met gerst. Ja, en daar gaat Rut weer. In de ochtendschemering. Weer met zo'n kerstpakket. En Naomi begrijpt de hint. Ze zegt tegen Rut, ga rustig zitten, mijn dochter, tot je weet hoe deze zaak uit zal vallen, want die man zal niet rusten voordat hij vandaag nog deze zaak tot een einde heeft gebracht. Kijk, gemeente, als het over verlossing gaat, dan laat God er ook geen gras over groeien. Hij haast zich om te verlossen. En als hij je als Rut aan zijn voeten neerlegt, dan is het echt geen vraag of hij u en jou nou ook zou willen verlossen. Dan zal hij het doen. Ook al moet je misschien wachten, maar hij haast zich. Hij wil zijn vleugel inderdaad over je uitspreiden. En gemeente, dan doet dat ook altijd een beroep op onze verantwoordelijkheid. Gods woord, zijn belofte, zijn toezegging, dat vraagt van ons dan ook aanvaarding en vertrouwen. Zijn trouw nodigt uit dat wij hem vertrouwen. Want aan hem ligt het niet. Als u vandaag geen avondmaal hebt gevierd, hoe komt dat dan? Weet u, wat is het dan dat u de diaken langs u heen liet lopen en bleef zitten? Als het zou zijn dat je twijfelt of de Heere zich wel over u jou wil ontfermen, dan heeft u hem tekort gedaan. Bekeer u van dat ongeloof. Wie verloren gaat, gemeente, die zal nooit kunnen zeggen, ja, het was omdat God mij niet wilde hebben. Omdat Christus zijn vleugels niet over me wilde uitspreiden. Nee. Hij is bereidwillig om je te ontvangen en je zalig te maken. Hij heeft er zijn leven voor willen geven. Vrijwillig. Wat zou hij nou nog meer moeten doen? Om zijn bereidwilligheid aan je te tonen. Als hij nou alles gegeven heeft wat hij had. Hij was bereid om van alles afstand te doen. Van alle heerlijkheid en glorie. En hij werd geboren in een stal en lag in het stro. En hij zou die weg van vernedering helemaal aflopen. Tot de smadelijke dood aan het kruis. Opdat hij zou redden en verlossen wat verloren is. Om ook jouw losser te zijn. Gemeente, twijfel er dan niet aan dat hij dat voor u wil zijn. En als u het vandaag hebt gevierd, brood en wijn hebt geproefd, neem het mee en geef het door, die liefde van hem. Word dan zelf ook bereidwillig, zoals Boas, om een kanaal te zijn van ontferming en zegen en heil voor je naaste. En als het straks kerst is, gemeente, dan mag je zo naar Bethlehem gaan. Daar je verlosser vinden en hem aanbidden. Zicht op de verlosser van Bethlehem. Hem zien en hem loven en prijzen. Gaat u mee op weg naar kerst. Getrouwe Heer, gij wilt mijn goed, mijn God, mijn erfenis, dat is je toekomst, en het deel mijns bekers wezen, en de liefelijkheden van het zalig hemelleven zal eeuwiglijk
uw rechterhand mij geven. Amen. Laten we bidden en danken. Heren, zo gaan we op weg weer verder in deze adventstijd naar het moment dat we u, Heere Jezus, in de gedachten zullen zien, liggend in de kribbe. Maar Heren, we vragen het nu al aan u. Spreid uw vleugel over ons uit, Heere Jezus. Alleen als u verlost, alle schuld van ons overneemt, dan is er toekomst.
Heren, dan zullen we niet verarmen voor eeuwig. Dan zult u ons rijk maken door uw genade. En Heren, wat zal dat een blijdschap zijn? En dat heeft u vandaag al aan ons willen laten proeven. Die blijdschap. Die eenmaal volkomen zal zijn als we u ontmoeten. Als u, Heer Jezus, terugkomt naar deze aarde opnieuw. En alle oog u zal zien. Heer, geef dan dat we zonder verschrikken voor uw rechterstoel verschijnen. Omdat de schuld betaald is. De rekening vereffend. Heren, wat bent u goed. Wat bent u vol van ontferming. Doe ons daarbij leven. Heren, dan zijn we beschermd. Dan is het goed. Dan vinden we die diepe vrede. Die het verstand te boven gaat. Die rust. Die alle onrust verdrijft en die alleen u overhoudt. En het is goed. Heren, wees zo onze heiland, alstublieft. Doe ons zo ook christen zijn in deze onrustige wereld, die vol van donkerheid is, waar zoveel machten zich breed maken. Heren, we zien het, hoe mensen op drift zijn in hun zoektocht naar doel in hun bestaan. In hun zoektocht naar geluk en toekomst. Heren, als we het ergens anders zoeken dan bij u, dan brengt het niets anders dan duisternis teweeg. Maar doe ons leven in uw licht. Wij danken u voor wat u ons op deze zondag wilde geven en ook in deze middagdienst. Gaat u met ons mee als we naar huis gaan. En gaat u met ons mee de komende week in. Zegent u ons in de verantwoordelijkheden die we te dragen hebben daar. Wees u met jongeren en met ouderen, met de kinderen van de gemeente. Wees u met alleengaanden, met de ouders in de opvoeding van hun kinderen. Wees u met weduwen, wezen. Heren, zo willen wij tot u komen. Hoor naar ons gebed. In de naam van Jezus Christus. Uit genade. Amen. Wij zingen tot slot uit Psalm 138. We zingen daarvan het vierde vers. Psalm 138, vers 4. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij het leven. En u krijgt vooraf gelegenheid om uw gaven te offeren voor het werk in Gods Koninkrijk, voor het werk van Mercy Ships.
Ga dan heen in vrede, ontvang de zegen van God en wees ook anderen tot een zegen. De Heere zegene en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.